My god, wat ga ik studeren? Dat is precies hetzelfde wat ik vorig jaar de hele tijd opnieuw en opnieuw heb gezegd. Zoals jullie allemaal wel weten, ben ik vorig jaar een HAVO-student geweest. Ik heb toen ook een keuze moeten doen die heel veel leerlingen dit jaar ook weer moeten doen. Toen ik vorig jaar een studie ging kiezen, koos ik voor mijn droom. Daarom had ik mij aangemeld voor de modeopleiding. En dat moest ik natuurlijk wel doen voor 15 januari, want het was een decentrale selectie, dus dat moet je dan ver van tevoren doen. Ik ben naar studiekeuzecheckdag geweest en toen ging het fout, want ik was niet aangenomen. Dus toen dacht ik van, dan ga ik doen wat ik daarnaast altijd had willen doen, lesgeven. Dus toen ging ik naar www.studielink.nl, toen ging ik me aanmelden met mijn DigiD, inschrijving, docent Engels, foutmelding. Foutmelding? Foutmelding? Blijkbaar was docent Engels dus ook een decentrale selectie. So I was royally f***. Toen heb ik nagedacht, wat nou als ik een tussenjaar ga doen? Ik kende van mezelf hoe lui ik ben. Weet dat als ik nu ga stoppen met school, dat ik ook nooit meer terug zal gaan naar school. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen op de site van Human Resources Management. Dus toen ging ik naar een studiekeuzecheckdag van Human Resources Management. Ik heb mijn toetsen gedaan en ik had een voldoende gehaald. Ik had een 8. Dus dat betekent dat ik lekker hoog zat. Dus alles ging helemaal goed en ik zou de opleiding in principe kunnen doen. Maar toen dacht ik, zie ik mijzelf nou voor altijd? En mensen gaan beoordelen op basis van wat zij vroeger hebben gedaan, niet op wie zij nu zijn. Ik had me van tevoren al wel ingeschreven voor bestuurskunde, overheidsmanagement. Ik ben niet naar een open dag geweest, ik ben niet gaan meelopen. Maar het was gewoon interessant en ik had altijd wel politieke interesses. Dus wat ga ik nu doen? Of Human Resources Management of overheidsmanagement, dus bestuurskunde. De week voordat schoollessen begonnen, toen heb ik mijn studiekeuze afgerond door die eerste betaling te doen. 7 maanden later zijn we nu en ik ben er nog steeds op de opleiding bestuurskunde en / overheidsmanagement. Is het de beste keuze die ik heb gemaakt? Weet ik niet. Was het op dat moment de handigste keuze? Ja, je hoeft niet nu al te weten wat je precies wilt doen. Dat is niet erg als je dat niet weet. Want een opleiding, dat kan heel veel richting op. En als je het echt niet weet, is een tussenjaar helemaal niet erg. Ook al maak je een verkeerde keuze tijdens het kiezen van je studie. En dan, so what? De meeste mensen die van het HAVO komen, of van het VWO, of van het VMBO, die zijn 17 jaar en dan ongeveer 18 jaar. Dus dan ben je zo jong, je kan nog zoveel bereiken. Dus als je ooit nog twijfelt, zet in de comments down below als je twijfelt waar je over twijfelt. En dan ga ik kijken of ik je daarbij kan helpen. Wil je meelopen, doe dat vooral. Dat kan natuurlijk op www.hva.nl. En dan kan je je altijd nog aanmelden. In de descriptie hieronder zal ik ook nog een paar handige links zetten naar sites waar je naartoe kunt voor hulp bij het maken van je studiekeuze. Bezoek ook vooral de open dagen 25 maart, vergeet het niet. Natuurlijk ben ik er iedere week weer opnieuw op dinsdag om 4 uur. Dus vergeet niet te kijken naar mijn video's. En natuurlijk kan je achter mij of boven mij, of ik heb geen richtingsgevoel op het moment, kan je klikken op een video van al mijn andere mede-YouTubers. Subscribe natuurlijk op dit kanaal. En dan zie ik jullie allemaal gewoon weer volgende week dinsdag om 4 uur. Joe! Thank you.